Oké, we gaan nu beginnen. Ja. Oh my goddie. Ja, we hebben gewoon een matching tattoo. Oh my god. Ik zweer het, deze twee zijn echt onafscheidelijk. Good morning, bitches. Good morning in the morning van Esme en mij. Hello. En Assie trouwens, die is hier ook. En Matt is op de wc. Assie! Matt en ik die gaan zo meteen tatoeëren. Maar eigenlijk nog voor Matt's verjaardag van vorig jaar kreeg hij een tattoo. 11. En die gaan we dan samen nemen. Ik zal later even uitleggen de precieze details, want we hebben een tikkeltje haast zoals altijd. En ik ga nog twee andere tattoos erbij nemen. Dus daar heb ik heel veel zin in en ik ben een beetje zenuwachtig, maar ik vind het ook heel erg leuk. Want het is heel lang geleden. Ik ga zo meteen meer vertellen. We moeten echt heel snel. Oké, bye! Heb je er zin in? Ik heb er heel veel zin in. Het is al heel lang geleden. Heb je er ook zin in? Ja, ik heb er ook zin in. Mooi. Laatste keer waren onze handtattoos. Dat is al een paar maanden geleden. Ik ben dus mijn ringen vergeten. Echt zo kut. Voelt echt heel kaal. Maar goed, echt super chill. We mogen dus op Noor en S hun fiets. Dus we kunnen lekker cruisen door Amsterdam. Eerst even een verbouwing hier. We zijn er. Let's go. Me and Ipek are gonna get a matching tattoo today. We're gonna ink the number 11. Oké, we gaan nu beginnen. Ik heb alvast de eerste stencils op me. Dit is één, het beertje. Hier is de andere. En op mijn rug komt het getal 11, maar die kan ik nu even niet laten zien. Maar ook heel mooi. Oké, we gaan nu beginnen. Ja. Ja, jullie zijn dus vanaf station Amstel. Gaat hij goed, schat? Ja. Mooi zo. Oh ja, perfect man. Heel leuk. Ik ga er straks die. En de 11 zit er al mooi op. Ja. Oké, we zijn net klaar. We gaan even buiten wat foto's maken. Oh my goddie. Is Matt aan de beurt? Hij gaat eigenlijk voor hetzelfde ook de 11. En dan achter zijn oor dus. Ik ben er zo blij mee. Oh my god, echt. Wauwie. Bye. Wacht, zo zie je het goed. Oh my god. Nou, hij ligt er echt als een dooie bij. Ik ga stuk. Nou, we zijn net klaar. Hier zit hij dan, hè. Hoe vind je het? Ik ben er blij mee. Ik ben er ook blij mee. Ik vind het superleuk. Ik vind het ook echt heel mooi. Ik vind het fucking nice. We moeten nog even wat achtergrondinformatie geven. Want kijk, Matt was dus vorig jaar jarig. Of nou, dit jaar ook. Maar hij was vorig jaar jarig. En toen had ik hem zo'n bord gegeven. Of een soort van poster met onze datum. 11/11/2021. En dan hoe de sterren staan op dat moment. Als ik thuis ben, zal ik het even laten zien. En daarbij ook een tattoo van dat we allebei een 11 konden nemen. Jaartje verlaat nemen. Ik ben dus aan het laseren. En eigenlijk mag ik dan niet tatoeëren. Of althans, er kan niet gelaserd worden op de plekken waar een tattoo zit. Want dan moet je eromheen. En ik wil natuurlijk zoveel mogelijk haarvrij zijn. Dus daarom dacht ik, nou dan wacht ik er even mee. Maar ik had niet verwacht dat ik nu een jaar later nog bezig zou zijn. Dus toen was hij weer jarig en hadden we het erover. En toen dacht ik van, ja weet je, we gaan er gewoon voor. Uiteindelijk is hij dus op mijn rug gekomen. Dus niet eens waar ik laser. Wow, zij gaan ook helemaal stuk om mij. Ja, maar, oh wow, we lopen echt in trouwens een supermooi park hier. Vlakbij de Albert Kuip. Ja, heel leuk. Supermooi. Het is ook echt lekker weer trouwens. Maar goed, even los daarvan. Hebben we nu dus eindelijk die tattoo. Dus echt heel blij mee. En ik heb nog een beertje en een paperclip. En dat heeft eigenlijk niet echt een betekenis. Gewoon omdat ik het heel mooi vind. En ik snap dat voor sommige mensen een tattoo hebben... Of een tattoo nemen wel betekent dat het een betekenis moet hebben. Dat had ik bij mijn eerste 10 ook.
Maar inmiddels ben ik wel op zo'n punt dat als ik het mooi vind, dat ik vind dat het ook bij me hoort. Dus ik heb een heel schattig beertje en een paperclip. En dan samen met Mattie Elf. Dus echt heel erg leuk. En nu gaan we nog even lekker wandelen. En ja, het zonnetje schijnt. Dus I'm very happy. Ik durf alleen mijn jas niet uit te doen, omdat ik natuurlijk net die tattoos heb. Dus kan je beter even niet aan zonlicht blootstellen. En ja, heel erg blij mee. Super ik kan blij. Ook echt niet wachten tot mijn hele armen eronder zitten en mijn hele leven. Als ik daar dan ben, ja, daar wou ik net zeggen, we hadden het daar net over. Als je dan zit, dan denk ik, ja weet je, pleur alles er maar op. Ik zag dan dat zij twee hele mooie neuspiercings had. Dan dacht ik, zou ik ook wel leuk vinden. Ja. En SME en ik, die hebben het dus over zo'n piercing zo hier. Ik heb hem nu zo neppe in, zo'n earcuff. Maar dan dus een echte, alleen dat doet ziek veel pijn. Echt wat ik erover hoor is dat de meest pijnlijke piercing. Nou, ik heb natuurlijk best wel gedoe gehad met mijn navelpiercing. Die moest echt al een half jaar helen. Dus ik denk van ja, ik moet nog even moed verzamelen. En het is ook best wel duur, dus nog eerst eventjes geduld. Maar als je daar dan ligt, dan denk je echt, weet je, wat fuckt het ook. Doe maar gewoon. Wat kan ons het verrotten? Plak het er maar op. Kleur er maar op die ink. Let's go. Ja. Maar goed, nu weer een paar tattoetjes rijker. En nou, ik denk binnenkort tattoo. Weer. Ja, we hebben gewoon een matching tattoo. Oh my god. Zo leuk. Echt leuk. Nou, lekker wandelen. Lekker wandelen. Wandelon. Mega stuk. Wij komen net aan en de slagbomen zijn gedaald. Maar iedereen loopt gewoon alsnog eronder door. De kat er niet zo. Ik ga dat ding omhoog. Ik ga stuk. Waar is dan de boot? Staat hij al heel lang of zo? Ik weet het niet. Ik ga stuk. Wanneer maak je dit nou mee? Alleen in Amsterdam. Only in Amsterdam, you know. Nou, we zijn weer lekker terug. Noor is ook weer back in house. Hey. En Noor is back in the door. Even een lekker broodje gemaakt. Met avocado, ei, fresh avocado. Fresh avocado. tomato, cottage cheese. En dat was het volgens mij. Hè? Nou, we hebben net gegeten. We gaan nu weer even naar buiten. Want we gaan even Assie uitlaten. Maar kijk nou hoe schattig. Ik zweer het, deze twee zijn echt onafscheidelijk. Hoeveel hou jij van Assie? Ja, er is geen nummer voor, denk ik. En besef, je hebt die hond nog maar twee keer gezien. En je houdt nu al van die hond. Like, what the fuck? Heftig, hè? Ja, echt heftig. Maar echt, oh, zo schattig. Jij liet zelfs die hond jouw mond likken als ik het goed vond. Nou, dan weet je echt dat het menens is. Kusjes. Ja, kusjes, maar... Oh, nou, die zit dicht. Zo schattig. Nou, we gaan lekker lopen, liefie. Alleen, ik moest eerst even wennen aan dat het geen kat is, zoals Juice. Die laat ik namelijk altijd los, hier boven de grond. En die vangt zichzelf op. Ja, klopt. Dan denk ik, is het pof. Kom maar, Assie. Oh, zo is hij los. Ja. Kom maar liever deze kant op. Het kontje, dat waggelt zo. Dat is echt heerlijk. Waarom heb je deze dikke winterjas aan eigenlijk? Nou, open kan wel. Ja, inderdaad. Lekker lopen, schat. Nou, we zijn lekker aan de wandel met Assie. Ik zie de hele tijd Mats zijn tattoo. Zo leuk. Precies ook aan de kant waar ik loop. Dat is echt perfecto. Perfect. En we zijn lekker in Westerpark, hè, Assie? Ja, lekker aan het lopen. Met het zonnetje erbij. Heerlijk. Zo schattig jullie twee. Nou, we hebben net weer afscheid genomen van Assie. Oh, toch maar wel. Een beetje fel. Ah, oh, die arme hond. Nu gaan we hem missen. Of nou, die arme hond. Arme wij. Maar goed, het is inmiddels kwart over vier of zo. Half vijf eigenlijk alweer trouwens. Dus we gaan die kant weer op. We hebben net even lekker gewandeld met hem. Oh, ik heb blaren op mijn voeten trouwens, van deze schoenen zo. Als je me ziet strompelen, weet je waarom. Mijn god, hé. Ga je Assie ook missen? Ja. Helemaal depressief wij. Volgende keer hond van een tattoo. Of een tattoo van een hond. Gestuk. Ik ga ook stuk. Letterlijk meer Assie. Assie. Ben je erdoor, schat? Ga stuk, ja. Nou, we gaan nu dus in ieder geval weer naar de bus. En dan gaan we weer naar Campus City. Oh my god, altijd als ik dan in Amsterdam... Nou, het ligt er trouwens echt aan, want ja, vandaag... Ja, vandaag hadden we het wel, maar we hebben ook heel vaak gehad. Ja, vandaag was het super lekker weer. Je hoort de vogeltjes fluiten. Nou, we gaan lekker tattoo zetten. Dus we zijn niet echt in de binnenstad geweest, zoals bij de Bijenkorf en zo. Dus dan is het eigenlijk echt peaceful. Living our best life. Ja, zeg maar gewoon niet het, zeg maar het meest toeristische deel. Dat vind ik niet chill. Maar nee. Zoals nu, een beetje gewoon het beste, wel relaxed. Klopt. Ja, klopt. Oh, het waait heel. Maar goed, als je dan echt in de binnenstad bent, dan is het dus echt heftig. Veel te veel prikkels.
Maar goed, dit was echt top. Nu wil ik als eigen kind naar Juice. Zo lief. Refano heeft dus Juice eten gegeven en geknuffeld en zo. En dat vind ik zo schattig. Die stuurt ook van die lieve filmpjes en zo. Dus we gaan nu in als eigen kind. Ja, Juice, we miss you. Hij mist Assie nu al. Ja, Juice ook. Ja, Juice ook, oprecht. Die arme schat. Het volgende station is Lelystad Centrum. We zitten hier lekker in een broeikas tuin of zo. Jongen, jongen. We zijn lekker aan het wachten, maar we zitten in de wachtkamer. Het is echt teringantje heen, maar echt heerlie de peerlie. Maar we willen gewoon lekker kunnen chillen tegen een rugleuning en de andere bankjes waren bezet. Ja, de kerst. Het is kiezen of delen. En wij willen niet delen met die mensen. Nee, dus wij kiezen voor onszelf. Ja. Haha, het is 7:30 jongens. Als we thuis zijn, nee, moeten we eigenlijk... Nee, dan hebben ze toch helemaal niet door? Nee. Wat als we voelt... thuis zijn is het bijna 7:00. Dan moeten we ook best wel gauw door, hè. Ja. I know. Daarom, we kunnen beter eventjes snel gelijk thuis wat eten maken. En dan gaan we dus door naar... Oh, we zijn echt even veel terrein in het moment. Daarna gaan we dus door naar een optreden van Jos. En dat is een vriend van Matt en die heeft dus een eigen band. Die speelt in een bandje. En zij hebben dus een nieuwe EP, of hoe noem je dat? Een nieuwe... Debuut-EP. Debuut-EP, nou weet ik het. Dus hun eerste EP. En ze hebben vanavond een release. Die was gisteren of eergisteren. We hebben ze hem uitgebracht. Mm-hmm. En nu hebben ze dus een optreden waarin ze die EP gaan performen voor ons. Voor heel veel mensen. Iedereen die kaartjes heeft gekocht. En ze hebben nog een voorprogramma. Een andere band, Jetlag Jenny, die komt een voorprogramma doen. En dan komen zij, dat is dan de hele ex. Hoe heette ze ook alweer? Zij heette zelf Midnight Madness. Dus ga hun allemaal eventjes volgen op Spotify en YouTube en op hun Instagram. Even een liedje luisteren. Even hun liedjes luisteren, want ze maken echt goede muziek. Ja. Een beetje Engelstalige Nederlandse pop. Wat zeg je nou? Het is Nederlands. Ja, maar wel in Nederland. Ja, ik weet niet. Het is niet Nederlands. Het is, een beetje, het is gewoon pop. Het is gewoon pop, poprock. Een beetje U2 vibes krijg je ervan. Oh ja. Een beetje, Nou ja, anyways, daar gaan we dus zo meteen naartoe. Dus daar moeten we even een beetje doorpakken. Dus ik ben benieuwd wat we gaan eten, want ik heb die koelkast ook al 2 of 3 dagen niet bekeken. Dus hopelijk zit er nog wat in. En ik ben zo blij met mijn tattoos. Oh mijn god, ik ga het nog wel even 1 keertje laten zien. Nu is natuurlijk wel die inkt een beetje in die second skin gegaan. Dus het is een soort van pleister overheen. En die moet je 5 dagen laten zitten. En daarna haal je hem eronder uit onder de douche. En dan ga je hem verzorgen. Dus 2 keer per dag wassen en insmeren. Maar ik ben echt zo blij. Oh mijn god. En jij ook? Ben je blij met je tattoo? Ik ben heel blij met mijn tattoo. Ik zie hem zelf alleen niet. Maar ik vind het heel cool dat hij er zit. Kom nu lekker nooit meer van mij af. Lekker met je elf daar. Nee. Nou, dat vind lach je niet en erg. Het was echt zo stil van, oké. Nou, de hele dag zeg je al hoe leuk je het vindt. Nee, ik vind het nu doe je opeens cool, hè? Nee, ik ben hartstikke blij mee. Ja, hè? Ik kijk alleen een beetje boos dat de zon niet mogen schijnen. Ja, snap ik. Nou, nog eventjes en dan zitten we in de trein. Jeeje. Ik ga stuk. Wij komen terug bij de scooter. Er ligt nog maar 1 helm. Dus die andere, kijk, ze zitten... Oh, misschien moet ik dit niet vertellen. Nou, anyways, pak het als je wil. Ze zitten dus gewoon vastgeklikt, maar ze kunnen natuurlijk niet op slot. En nu is die van Mant gewoon gestolen. Helaas, pindakaas. En dan zegt hij, ze vinden mijn helm gewoon mooier. Stuk. Nou, ja, oké. Ja, oké. Let's go dan maar. Dat wordt lopen. Nee, joh. Liefie, we zijn er weer. I love you. Hey, poepie. Wij gaan lekker eten. Jij ook. Zo schattig, Juice. Die eet altijd tegelijk met ons. Als wij gaan eten, dan gaat ze ook mee eten. Zo schattig. En we hebben lekker pasta gemaakt met spinaziesaus. Zeg maar spinazie à la crème uit de vriezer. En dan daar, hoe heet het eigenlijk? Roomkaas. Aan toegevoegd met ook kruiden. En verder zitten er gewoon groentes in. Zoals ui, knoflook, paprika, courgette. Zongedroogde tomaat trouwens. Nog een beetje spinazie. Oh, hoe lekker ziet het eruit. Fucking lekker. Kijk even hoe mooi deze skyline is. Letterlijk het uitzicht. Vanaf ons huis. Dat is echt beautiful, hè? Elke dag opnieuw. Drie keer raden wie er weer zit opgescheept met dit kuthelmpie. It's me. Matt heeft nu die andere helm op. En we gaan nu op de scooter naar Midnight Madness. Let's go.
Hey, what the fuck? Ow. Het is bijna 12 uur en wij zijn net weer thuis. En dat is heel leuk om Jos te zien optreden. Ja, het was super gaaf. Matt wilde daarna zijn speer weer weg. Ja. Mijn autistische schatje. Ik had gewoon geen zin om gewoon niks te zeggen, maar er is niemand. Jouw arm ziet er echt heel gek uit zo. Nou, ik lig gewoon lekker. Oh, oké. Okay. Zeg maar, niks persoonlijk naar mensen. Alleen, ik had gewoon geen zin om met allemaal mensen. Ik zag zoveel mensen die ik kende en heel lang niet had gesproken. En ik had er gewoon eventjes helemaal geen zin in. Dus ik wist niet hoe snel ik weg moest zijn. Nee, letterlijk. Hij rende nog net niet weg. Ik zweer het. Iemand hield ook nog de deur van ons open. Die vroeg nog wat. Matt zat al op de scooter. Ik dacht echt, what the fuck. Ik ook nog met dat kneuzenhelmpje. Ja. Maar goed, volgende keer zullen we langer blijven, Jos. Dat moet van mij. Ik kwam gewoon voor Jos om het optreden te zien en niet om met mensen te lullen. Dus ik heb gewoon gedaan waar ik voor kwam en gesupport en meegezongen met Jos de liedjes die ik kende als trouwens supporter. Ja. Dus helemaal goed. Ja. Jos vindt het niet erg, die lult toch met iedereen die avond. Ja, dat is waar. Nou, deze meid zou zichzelf niet zijn als ze weer honger heeft, dus ik moet maar even wat gaan maken. Wat hebben jullie als snacks voor zo laat in de avond? Als het 12 uur is, je hebt geen zin om nog helemaal tosti te maken of zo. Maar je wil wel wat lekkers, want wij maken echt elke dag hetzelfde. En dat zijn 3 maiswafels met cottage cheese en daarop avocado. Fresh avocado! Maar ja, komt al tussen mijn neusgaten uit. Ah, juice. Maar goed, als jullie nog lekkere tips hebben... Laat het me zeker weten. Nou, de nieuwe verslaving is unlocked. We hebben nu stokbrood met kruidenboter erin. En dit is echt goals. Wat vond je van vandaag? We hebben gewoon een matching tattoo. What the fuck, hè? Yeah. Fucking leuk was het. Ja, en daarna ook nog lekker met Astro gewandeld. Echt heel leuk. Het was super lekker weer vandaag. Ja. Mijn ogen zijn echt rood of zo hier in het licht. Ja, je hebt dat wel vaker de laatste tijd. Ja, het is wel een beetje rood. Ah, je bent gewoon stoned. Shit happens. Gewoon doen alsof je rode ogen hebt. Je bent gewoon stoned. Ik kan wel stoned, man. Ik heb al veel assi gesmokt met assi. Ik ga stuk dat die hond eigenlijk gewoon assi heet. Astro. Dikke lol. Ja, nee, was het fucking leuk. Het was tering lekker weer op de fiets. Was leuk in Damsko. Was net of je er dan woont. Ja. En dit keer was fietsen wel leuk. Fietsen is gewoon een vibe. Ik snap echt niet dat mensen fietsen. Nou, ja, fietsen kijk. Is alleen een vibe als het chill. Ja. Chille fiets, lekker weer, geen wind tegen. Ja, dat wou ik wel net zeggen eigenlijk. Yeah. Oké, nee, maar was leuk. En ik ben heel blij met het tattoo. Onze hoofden liggen allebei zo. Ik ben heel blij met het tattoo. Yes, ik ook. En we hebben net naar Jos gekeken en dat was heel leuk. Dat hebben ze super goed gedaan. Ja. Dus... Was dit... De eerste keer dat ze daar gingen optreden voor zoveel mensen? Volgens mij, nou voor zoveel mensen waarschijnlijk wel, denk ik. Ze hebben wel voor meer mensen opgetreden, maar nu was het zeg maar echt dat ze kaartverkoop hadden en dan ook voor hun. Nou, 200 man, mensen, dat is wel heel ziek. Ja, dat is wel ziek. Het lijkt me heel spannend om op te treden in je eigen stad waar zoveel mensen komen die je kent of zo. Ik denk echt dat dat het engste is wat er maar is. Ja. Ik bedoel, denk ik 100.000 keer liever voor mensen die ik allemaal niet ken. Nee. En dan mogen het veel meer mensen zijn. Ja, dan in plaats van alle mensen die je kent. Precies. Ja. Lijkt me ook eng. Ja, hij vond het ook wel spannend hoor. Jos had ook wel gezegd dat hij het spannend vond. En hij heeft eigenlijk bijna nooit zenuwen voor een optreden. Echt heel weinig in ieder geval. Ja, geloof ik wel. Ja. Nou, ze hebben het super goed gedaan dus. Ja, dat zeker. Trots op jullie. Trots op Nou, ik wou zeggen, ik ben echt heel moe.
Dus ja. Laten wij lekker mijn make-up eraf aanhalen. Nou, dat moet je zelf doen, maar we gaan wel samen naar bed. Ja, eindelijk weer. Oh mijn god. Ja, we sliepen gisteren en eergisteren ook wel samen. Maar het is toch anders in iemand anders zijn huis. Ik weet niet. Weer lekker in ons eigen bedje. Ja, fucking chill. Dat vind ik echt wel. Ik ga zo lekker slapen vannacht. Ik ook. Ik had vannacht gewoon een nachtmerrie over het fucking tatoeëren. Lol. Dat we met alle Mats en broers en zussen en zo een tattoo gingen nemen om onze elleboog. Een rondje met echt fucking lelijke shit. En als je dan je elleboog ging bewegen, dan ging die tattoo mee bewegen. Nou, als iets vreselijk. Oh, ik ben benieuwd, als je overdag een nachtmerrie zou hebben, noem je het dan een dagmerrie? Laat het weten in de commands. Ik denk het niet. Ik denk dat je dat ook een nachtmerrie noemt. Denk het ook. Ik denk maar dat je gewoon 's nachts moet slapen. Huh? Juice. Nee. Laat moet je 's nachts slapen? Juice slaapt nooit 's nachts. Juice slaapt altijd overdag. Dit wordt veel te lang. Wij gaan de vlog afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Als je hem leuk vond en je vindt dat we meer tattoos moeten nemen, laat het ons weten en doe je duimpje omhoog en abonneer je op mijn kanaal. En tot de volgende video. Tot de volgende keer. Bye.